Hallo kijkers, derde en laatste cruisevideo vanuit Italië. Dit is Venetië achter ons en we hebben ook al Bari in deze video, dus veel plezier. Yes, en we hebben ook nog twee andere video's. Ja, Teun, ik weet dat je ze al gezien hebt en ja, ook Jan. Maar als jij ze nog niet gezien hebt, ga ze zeker ook even checken en dan... Ja, laten we beginnen, want die vorige video zaten we, kwamen in Kroatië en Montenegro en de twee Griekse eilanden, dus mijn god, wat een cruise. Let's go! Woehoe. Venetië! Half 7 ochtends, we komen aan in Bari. Laatste echte dag morgen, laatste dag naar Venetië terug. Oké, gearriveerd bij de Sint-Nicolaas Basiliek hier in Bari. Gebouwd ergens tussen 1100 en 1200. Nou, we gaan de oude burcht in van Bari, ook hier stadsomwallingen met kathedrale, kerken. We zitten natuurlijk in het zuiden van Italië, Puglia, bloody hot. Nou, derde en laatste video van onze cruise. We zijn dus in video 1 begonnen in Venetië, zijn naar Kroatië gegaan, naar Split, daarna naar Montenegro en dat kun je allemaal zien in de eerste video. Tweede video bracht ons naar de twee Griekse eilanden, Corfu en hoe heet het andere eiland? Zakynthos. Ja, ja. En nu zijn we dus in Bari en gaan we morgen terug naar de Venetië, naar de plaats waar we begonnen zijn. Theater 1904, Teatro Petrotelli. Het is zondagmorgen, 9 uur pas, dus alles moet hier nog ontwaken. Ja, de oude vismarkt in de oude haven. Wij liggen met de cruise in de nieuwe haven. Blauwe bootjes zijn wel heel typisch voor hier. Wonderful, wonderful! Wonderful! De vismarkt. Even lekker fris houden, die inktvisjes. Ja, hier de echt ouderwetse vismarkt. Hier zijn ze de inktvissen dus lekker aan het kippelen. Om ze fris te houden, heb ik net begrepen. Echt alleen maar Italianen hier, geen enkele toeristen bekennen. Behalve wij. Zondagmorgen, hè, in de city. De blauwe bootjes van Old Vecchio Pond.
Wat men zegt is dat Bari nog een van de plekken is waar de echte Italiaanse sfeer goed behouden is. In de oude straatjes, daar gaan we nu nog meer ontdekken. In andere steden is dat wat meer verdwenen in de loop van de jaren. Nou, we gaan het zien. Dit bedoelen ze dus. Typisch voor Bari, kleine autootjes. Originele pasta draaien, dat is wat ze hier doen. Kijk, hier zitten de dames allemaal op een rij pasta te draaien. Dat is wel heel typisch voor deze streek. Mooi die gracht. Het water is verdampt. Gezellige terrasjes. We gaan erin doen. Cathedraal San Sabino. Cheers! 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 Het is 10:30 in de ochtend. Maar ja, je bent op vakantie of je bent het niet, hè? Ja, we zijn weer in het land van de schreeuwapen, de Italianen. De manwijven. En glutenvrij eten. Nou, deze video wordt een stuk korter denk ik dan de andere twee cruise video's. Altijd net een beetje alsof je terug gaat in de tijd, hè? Die winkeltjes zo op straat. Ja, dat was Bari. Tuur had geen zin om mee te gaan. Die is op de boot gebleven. Wij gaan terug naar de boot en dan gaan we een tocht maken helemaal terug naar Venetië. Maar dadelijk nog eerst even zwemmen aan boord. Ja, daar zie je de vismarkt nog heel even. Daar zijn we straks geweest. Reuzenrad. Nu dus terug naar onze MSC Lyrica. Daar ligt ons schipje. Hier zie je goed de stadswallen. En we terug bij de cruiseboot. Zo, we gaan weer aan boord van MSC Lyrica en dan gaan we door naar Venetië dus. Ja, goedemorgen mensen, het is 7:15 ochtends. We komen aan in Venetië erachter. Je ziet het misschien of net niet. Helemaal in de verte. Laatste dag van onze cruise. We gaan nog een dagje Venetië beleven. Laatste dag van onze cruise.
Nou, gearriveerd in de havens van Venetië. Zo het stadje in. Daar ligt de city, Venetië. We gaan dus weer met bootjes vanaf deze boot terug naar de stad, naar het centrum. In Venetië, je ziet de kanaaltjes, we gaan een wandeling maken het centrum in. Hello. Cheers, op een leuk dagje Venice. Is het toch een mooie stad? Oh sole mio, oh sole mio. Oh help. Hashtag Grinch. Hebt u het? Ja, dat is ook. No shame. Prachtig. Prachtig, prachtig. Zo. Dat ziet er goed uit. Mijn vijfde of zesde keer Venetië, maar je ziet ook elke keer weer andere dingen. Deze? Ik denk het wel. Nou, we gaan daar naar de Rialtobrug, bekende brug, de Grand Canal. Nou, dit is wel een van de mooiste plekjes, niet? Yes. Rialtobrug mooi in beeld, Grand Canal mooi in beeld. Top. Dit keer pakken we geen boot. Dat hebben we 3 jaar geleden toen we hier waren wel gedaan. Als je dat wil zien, klik op de video hierboven. Hier zijn we vorige keer op de gondel gestapt. Dus nogmaals, wil je die video zien, klik op het linkje bovenin. Proost. In het drukke steekjes. Daar zijn we dan, San Marcoplein. Is het heet? Alles staat weer eens in de steigers.
San Marcoplein dus. Met de toren, San Marco toren, daar is die, hopla. Ja, mega druk, super toeristisch. Bloody hot. Maar we klagen niet, want in Nederland regent het al 3 weken. Is het eigenlijk toch een lelijk plein, hè? Ja, oké, dit is dan wel mooi. De scheve toren van Venetië. Hier heb ik een coole bril gekocht. Snelle planken houden. Oh, gescoord. Zo. Nou, we gaan op zoek naar de kerk van Indiana Jones 3. Want ik ben Indiana Jones fan. Die is hier opgenomen in Venetië. Gaan we nu naartoe lopen. Maar dit is natuurlijk ook prachtig. Ja, dit is het. Ah, Venice. Ah. Nou, dit is voor mij best wel een speciale plek. Ik ben Indiana Jones fan. Hier is een scène opgenomen waarin hij zogenaamde die bibliotheek komt. Het is geen bibliotheek, het is een kerk. En waarbij hij hier midden in het terras uit een rioolput komt gekropen. En dan zegt hij, ah, Venice. Dus ik heb hier altijd al een keer willen komen kijken en ben nu voor de 5e of 6e keer in Venetië. En nu pas voor de eerste keer hier, dus ja. Ah, oké. Okay. Laat weten in de comments of je dit herkent. Ik denk het niet. Want Tuur wilde niet eens mee naar de nieuwe Indiana Jones film, want hij kent het helemaal niet. Ja, nog zo'n scène uit Indiana Jones. Hier komen ze aangelopen met Elsa Schneider hier over deze brug. Ja. En dan daar naar de bibliotheek. Mooi toch? En nog een scène uit Indiana Jones. Hier liepen ze dan en over deze brug. Ah, die kant op. Naar de bibliotheek. Superleuk stuk Venetië hier, nog nooit geweest. Heel gezellig met mooie terrasjes. Dat was de derde en laatste video van onze cruise vakantie, maar de vakantie zit er nog niet op, want we gaan nog door naar het Gardermeer en we gaan daar Afke weer treffen. Dat zie je trouwens in de volgende video. Dit was het vanuit Venetië, bedankt voor het kijken. Wij vonden de MSC cruise prima, top, toch? Ja,
heel gezellig, leuk, veel gezien. Veel gezien, mooie cruise, veel plaatsen gezien, Adriatische Zee aanraden. Wat vond jij toen? Ik vond het ook mooi, heel indrukwekkend ook waar we allemaal waren. Maar AIDA was beter. Oh. Steek die maar in je zak, MSC. Nou, bedankt voor het kijken en we zien jullie de volgende keer in het Kaardemeer en dan is Afke erbij. Dus tot de volgende keer. Doei! Yeah.